Goedemiddag, is het voor mij, maar we gaan even opmaken. Ik ga zo even een kopje koffie buiten de deur doen met Dennis. En we gaan wat nieuwe Revolution make-up gebruiken. Ik heb van Revolution, die heb ik al een keer eerder gebruikt, de Skin Silk. Ja, dan heb ik een highlighter en ik heb wat spullen van Y2K collectie. Dan beginnen we met een primer. Ik heb skincare en zo al gedaan. Dit is, ik ga mijn bril even pakken. Een Hydra Bubble, een Healthy Skin Primer Serum. En wat zeggen ze dan? Hyaluronic Complex, Vegan, Wheat, Protein, Vitamine E en Niacinamide. Het is volledig recyclebaar. Nou, en verder staan de ingrediënten erop. Het is deze met van die paaltjes erin. Ja, vind ik altijd wel schattig uitzien. Anders had ik hem niet gekocht, want ik heb helemaal geen primer nodig. Maar er komt redelijk snel wat uit. Het is een beetje waterig jelly. Ik vind jelly niet zo erg, als het maar niet zo heel plakkerig jelly is. Vind ik gewoon niet zo fijn. Het voelt heel fijn. Ja, het rode is geen reactie op de primer, dat ben ik gewoon. Het ruikt nergens naar, volgens mij. Ja, wel. Als je het uitwrijft, zo. Als je het in eerste instantie pond, ruikt het nergens naar. En nu ruikt het een beetje zoetig. Ik weet niet wat ik uit moet halen. Ik weet het niet. Niet vervelend, maar niet een hele overheersende geur. Op je gezicht ruik je niet. Ik doe even de Revolution Balm op het deel waar ik de meeste poriën tegenwoordig heb. Want ja, die krijg je allemaal. Nou ja, waarschijnlijk allemaal op een gegeven moment. Poriën heb je natuurlijk sowieso. Zichtbare poriën, laat ik het zo zeggen. Zo. Dat is deze Revolution Balm. Die gebruik ik heel vaak. Die hebben jullie ook vast al wel een keer gezien. Omdat het Revolution is, zal ik dan ook een Revolution concealer gebruiken. Ik neem de IRL filter. Is in C3. Ik heb altijd de kleur 3. Zo. Ik vind het op zich wel een fijne concealer hoor. Ik heb hier een schale plek. Dus daar probeer ik een beetje wat zachter te doen. Ik heb al een beetje vaseline en gisteren had ik er wat pseudocreme op gedaan. De Skin Silk Luminous Foundation. Ja.
Ik vind hem helemaal fijn. Ik stop de kwast in mijn oog. Dat vind ik minder fijn. Weet je, één pompje lijkt niet genoeg. Je moet wel, de dop gaat erop en dan moet je hem echt even indrukken. Even mijn neus. Ik doe mijn neus altijd met de Beauty Blender. Even, het is geen Beauty Blender, het is ook van Blushy Shop. Maar even. Het doet ook zeer hier. Het is gewoon schaal. Zo. Goed. Een bronzer hebben ze niet nieuw. En ik heb nog niet gepoederd. Dus ik gebruik mijn Revolution bronzer. En dan dip ik hem er één keer in. En dat is genoeg. Voor één wang. Dat is waar. Ik heb trouwens weer mijn Hennis & Mauritz hoodie aan. In de huidige collectie is een nieuwe trui. Dus ik weet niet of ze hem nog hebben. En mijn nieuwe Esprit gimpen van, die heb ik bij Bonprix gekocht. Nou, dan weten we dat ook gelijk. Zo. En dan heb ik een blush. Dit is de Blush Balm Blusher in de kleur That's Fly Nude. Er staat verder gewoon echt helemaal niets op. Dus, en het komt ook niet in een doosje. Het lijkt heel erg heftig. Relax. Val mee. Bedenk, dit is een liquid blush en er moet ook nog poeder overheen. Geen poeder blush wel te verstaan. Zo snel blend je dat uit. Ja, dan gaan we de cherry cake poedigen. Het is een heel klein poedertje. Het is heel in de mini. Cherry cake. Zou er nog iets op staan verder? Loose baking powder. Maar... dat is alles. Maar kijk nou wat erin zit. Hoe cute. Hoe cute is deze? Maar kijk. Dit is de gewone van Revolution. Deze krijg je erbij. Maar. Het kan precies hoor. Het kan echt heel goed voor je ogen. Dit is een roze poeder. Hieronder ligt het. Ik vind...
niet erg. Maar het zou zo kunnen zijn, als je een wat gelerige huid hebt, dus een warme ondertoon, dat die je huid roze maakt. Nou, leunt mijn ondertoon wat meer naar de koele kant. Dus ik vind het niet erg. Kijk, mijn huid wordt er ook niet echt heel roze van. Ben je echt nog bleker als ik, dan heb je kans dat het roze uitslaat op je huid. Hij is prima. Maar hij vind ik niet zo goed als de IRL filter poeder. Die vind ik, die losse poeder vind ik echt. Maar hij is prima. Maar ik zou hem niet snel. Ja, voor de kleur zou je hem nog een keer kunnen kopen. Dat zou kunnen. Even kijken. Aangezien we Revolution doen, doen we ook de wenkbrauwen maar even met een Revolution product. Dit is de Faux Brow in de kleur Medium Brown. Op een of andere manier ga ik nooit praten als ik dit doe. Ik wil als even. En ik weet dat het niet modern is, hè, om je wenkbrauwen een beetje te laten hangen. Maar ja, ik vind dat wel mooi. Dus ik doe dat wel. Zo'n beetje naar beneden. Dan gaan we de highlighter doen. En dit is de Diamond Glow Highlighter. Revolution Highlighter. Dit is de kleur Diamond Glow, denk ik. Ik weet dat je hier verschillende kleuren van hebt. Dit is volgens mij de lichtste. Hij voelt een beetje grof. Een beetje poederig ook wel. Ik ruim deze spullen gelijk even op, want dan heb ik het gelijk weer bij elkaar voor de maart update. Ja, maar hij glimt wel hoor. Kijk eens. Echt naar God en terug ongeveer. Ik haal heel even. We doen een beetje een naturele look vandaag. Ik heb de Revolution Hydrate and Fix spray. Zo. Kijk eens hoe mooi gezond mijn huid eruit ziet nu. Ja, weet je, veel mensen geven heel erg af op Revolution in. Ik wil. Deze.
Ik heb wel lippotloden van Revolution, maar ik wil de Pillow Talk lippotlood. Die ga ik eerst even slijpen. Ik gebruik niet heel vaak Pillow Talk, moet ik zeggen. Maar ik heb ook de lipstift. Ja, dat is deze. Heel lichtjes. En dan heb ik de Y2K. Ik neem aan dat dat staat voor het jaar 2000. Wat me doet denken... Sorry, even mijn BH ophalen. Wat me doet denken aan dat nieuwe liedje van het Songfestival. Wat vinden we ervan? Ik vind het helemaal leuk. Ik vind die Joost Klein leuk. Ik heb hem ontdekt hierdoor. Ja. Dit is de Sweet Balm Lip Gloss. Strawberry Swirl Nude is dit. En kijk, met die diamantjes zo. Dat ziet er hartstikke leuk uit. Ja, natuurlijk geen echte, maar het glimt een beetje. Het heeft een soort plattige... Dit lijkt een beetje bij mij, sorry... Op de, ik vind dit een beetje lijken op de Dior lipolie applicator, zeg maar. Het is een redelijk dikke. Lipgloss. Ik heb hem al gebruikt en ik moet ook eerlijk zeggen, hij blijft ook echt wel wat langer zitten. Het enige wat nog rest is mascara. En volgens mij, ja, ik heb er nog een van Revolution hier. De 5D Whip Lift. Ik had de laatste, de Essence video. En toen heb ik de mascara opgedaan. En toen heeft hij weer gesmatst. En toen heb ik niet mijn wimpers gekruld. Maar toen heeft hij weer gesmatst tegen mijn ogen overhangende oogleden aan. Helaas. Dit is een wat dikkere, een beetje balmy mascara. En ik vind hem niet slecht hoor. In eerste instantie. Ik heb gemorst. Moet ik eerlijk zeggen dat ik hem nog niet heb geprobeerd. Niet vaak heb geprobeerd. Hij maakt wel een beetje spinnenpoot. Vind ik niet zo erg hoor. Maar als je dat wel erg vindt, dan wordt dit een niet voor jou.
Nou. Het is echt een hele dikke mascara. Ik weet niet of dat hoort. Of dat ik hem gewoon al te lang open heb. Laat me weten in de reacties als je daar wel het antwoord op weet. Hij verwijdert wel heel makkelijk het gemorste. Ja. Oké, Full Face of Revolution met nieuwe producten. De primer, laten we daarmee beginnen. Ja, voelt goed. Voelde niet heel plakkerig aan. Jelly voelt lekker hydraterend op je huid. Mijn mening, hè? Prima als jij een andere mening hebt. De foundation, ja, vind ik sowieso een prettige foundation. Maar daar had ik al een keer een review van gemaakt. De blush vind ik fijn. Mooie kleur. En je ziet hem er nog een klein beetje doorheen doen. De highlighter, hij is een beetje poederig. Hij is een beetje krijterig. Dat is het woord, krijterig. Maar hij glimt wel mooi. Wat heb ik dan nog meer? De lipgloss, ja, die vind ik heel fijn. Ik ben niet een enorme lipgloss fan. In de zin van, ik draag het niet heel veel. Maar deze blijft echt wel een tijd zitten. Als je gaat eten, gaat hij natuurlijk wel eraf. Maar voor enkel wat drinken, vooral als je uit een rietje drinkt of zo. Deze is wat dikker qua structuur. Een beetje meer balmy. Hij ruikt zoet. Maar zo eenmaal op je lippen ruikt hij niet meer. En is het verder prima. De andere producten had ik al. Die waren al oud. Dus die heb ik gewoon een beetje bijgevuld. Ik zie nu dat het aan deze kant lager zit dan aan die andere kant. Dus dat vind ik dan irritant. Dus dat moet ik even corrigeren. Ja. Ken jij deze producten al van Revolution? En heb je ze ook geprobeerd? Laat weten wat jij ervan vindt. Dat vind ik leuk om te lezen. Ik ga lekker even koffie drinken. En zie ik jullie graag bij de volgende.